Kijk, super tof toch? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik probeer me wat licht in mijn kamer te wennen. Maar het is moeilijk. We zijn vandaag trouwens maandag. Het is bijna kerstmis. Ik ben bezig met Sims 4 University aan het spelen, terwijl ik iCarly kijk. Op Amazon Prime. Misschien is er dus al grootouder achter. Ondertussen. Hey, ik had gisteren nog havermout wafel beslag gemaakt. Vanmorgen heb ik daar twee wafels van gemaakt. En nu heb ik er nog een paar van gemaakt, zodat ik die morgenochtend kan eten als ontbijt. Ik vind dat gewoon nu echt leuk om te eten met havermoutwafels als een meid. Nu ga ik me omkleden, want ik wil yoga doen. Het liefst voordat mijn zus thuis komt. Mijn zus trekt dat altijd in het belachelijke. En gisteren yoga, maar die middag ging gewoon echt niet. Maar nu is ze gaan werken, dus nu kan ik het nog doen. Het is trouwens super koud toen mijn raam open staat, dus daar gaan we even verandering in brengen. Maar eerst wil ik mijn bed nog gaan maken, dus daar ga ik jullie nu laten zien. Gewoon leuk sfeerbeeld. En nu tijd voor mijn outfit change. Yay! Vandaag ga ik de volgende dag doen uit de 30 Day True Yoga Challenge of Journey. Yes. Nog eens. Daar. Nog een minuutje kijken naar Bonnie's vlog en dan yoga. Neem dat maar zelf. Kijk, voordat ik dit openmaak, gaan we beslissen wie welke maakt. Hey, net yoga gedaan. Nu wou ik mijn adventskalender doen, want ik heb hem gisteren vergeten te doen. Dus heb ik twee pakjes. 22 en 23. Want morgen zijn we kerstavond, 24ste. Ik ga beginnen met 22 en ik denk dat ik weet wat de print is. Ik denk dat het zo prinsenkoeken zijn. Helemaal correct, zo de Milka prinsenkoeken. Super lekker. Dat weet ik niet. 23. 23 is een beertje. 24, morgen is het een groot pak. Dus ik ben benieuwd aan wat dat erin zit. En nu ga ik ook nog mijn Lidl kalender doen. Gisteren heeft mijn zusje hem gedaan. En vandaag zal ik hem doen. Vandaag is het vakje 4. Voor wie het niet weet, ik heb hem gratis gekregen bij mijn boodschappen in de Lidl. Een paar dagen geleden. Dus nu zal ik deze openmaken totdat die volbracht is. Dus iets langer dan dat kerst is. En vandaag zit er dit belletje in. Gisteren had ik het lumineuze idee samen met mijn zusje om aan de lichtslinger kaartjes te hangen. En dat ziet er super leuk uit. Kijk, super tof toch? Hij gaat echt helemaal tot in mijn boom. Tot naast mijn adventskalender. Die adventskalender komt trouwens van Danem. En kan je gewoon elke jaar zelf vullen met pakjes. Dit jaar heb ik gevraagd aan mijn mama en mijn zusje om hem te vullen. En dat is leuk, omdat je dan anders
toch de helft van je kalender moet weggooien. En dit is van mijn zus. Ik had het lumineuze idee om daar een potlood in te steken. En de Rubik's Cube is ook van haar. En deze unicorn ook. En ik heb hem gezet bij mijn You're a Total Champ poster uit de collectie van Diana Leeflang. En mijn zus heeft ook een van mijn kabouters een Harry Potter boek gegeven. En ik heb het de andere kabouter omgegooid. Ik ga trouwens morgen een keer vragen of ik mijn zus haar kamer voor jullie mag filmen. Of ga ik het doen na kerst, omdat die dan volledig is. I will see. Ik heb hier nog een zak met dingetjes die ik ga moeten opruimen. Maar ik ga eerst vlogs editen. Terwijl mijn vlogs aan het renderen zijn, ga ik kijken voor het avondeten. Vanavond ga ik iets weer met butternut eten. Want ik heb dit jaar butternuts gezet in de tuin. En die, ja, die worden nu allemaal slecht. Maar ik vind het ook wel leuk om zo'n seizoensgebonden gebonden te eten. Oh, wow. Na een maand butternut eten word je daar ook wel bij. Wat gaan we hiervoor maken? Oké, we gaan het... Ik was even zelf aan het lezen. We gaan het proberen. Aan gaan beginnen. Met butternut. Of flespompoen, ook wel genoemd. Hallo, het is nu 9:30. Dus dat betekent dat het voor mij tijd is om in mijn bed te schuiven en nog iets te lezen. Because I'm a grandma. Morgen moet ik voor de laatste dag werken en dan heb ik verlof. Tot en met 1 januari. Maar daartussen wil ik wel nog heel wat doen voor mijn blog. En zo van die dingen. Ik wil het geen onproductieve kerstvakantie maken. Ik wil nog wel iets doen. En we gaan beginnen met een boekje. Morgen moet ik trouwens maar een paar uur werken. En daarachter ga ik misschien nog een wandelingetje maken in de Palingbeek voordat ik naar huis kom. We will see. Ik ga gewoon verder lezen in het bucketlist boek Reizen. Dat doet er mij aan denken dat ik nog mijn Kobo abonnement moet annuleren. Nog maar 20 minuten te gaan in mijn boek. Maar dat zal voor een andere dag zijn. Ik wil namelijk gewoon uitgerust zijn voordat ik aan de feestdagen begin. Want dat vraagt toch altijd heel veel energie. Het is altijd leuk en gezellig, maar het vraagt ook heel veel energie. Dus daarvoor moeten we ons even opladen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Toedels!